Hello on the 24th of March 2023, and we are going to another farmer that has fresh milk, and it's nearby, so it's just around 5 minutes drive, and we are going in there for the second time to have some fresh milk from the cows for Aliana's birthday party tomorrow, that we can make already some preparations. And of course we are going barefoot, so walk with me. See you. If I can open the door. Oh, my camera is like not 100% clear. Oh, it's a bit windy. Yeah, you smell? What do you smell? Meat. You smell meat. Wait, no, I don't have meat now. Maybe they have fresh cheese. No cheese. Boerenkaasje. Let's see what's in there. Kijk, er is een hondje hier, mama. Is er a dog here? Ja, ja, ja. Ja, hoeveel flessen gaan we nemen? Doe maar 3 flessen. Ja, dank u. Hallo. Ja, ze hebben veel paaseitjes hier. Dat hebben ze gezien. Hè? Ja, 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 ja. Maar wij gaan verse dingetjes maken, ja, zonder de suikers. Maar ja, er is hier ook veel verleden. That music is not good. It's a leuk winkeltje. It's a nice place here. That's a farmer from here in the neighborhood. Very nice. And the meat here is fresh too. So if you like to eat meat, then it's better that you buy it locally, that you know what's in the animal that you want to eat. Oh, chocolate Aliana. Why do they always do that in the shop, mommy? Chocolate. Now we are making our own chocolate.
wil een bananenballon instead. That's a big banana. It's not a real one. Do you think it's a real one or not? From Chiquita Banana. From which country or land is this, you think? Chiquita. From where does the bananas come? Chiquita? From Chiquita? From Africa. Chiquita. Africa, maybe, yeah. I believe it's coming from Africa. Thank you. I promise. Ja, eetjes. Zijn vers, hè? Ja. Ja, doe maar. Heb je er 12? Ja, ja, ja. Doe maar 2 keer 12 anders. Je collega duurt dan eens voor iets nieuws te gaan. En de volgende keer kan hij dat vertonen. Komt daar stijl. Inderdaad. Heb je toevallig geitenkaas? Nee, dat heb ik niet. Nee. En weet je een boer die dat wel vers maakt? Geitenkaas? Nee, niet direct. Nee. Alleen hier in de in de streek, ja. Ja, we zijn er een beetje naar op zoek omdat onze leverancier gestopt is. En we houden niet van bewerkte kaas, dus er mag ook echt niets in zitten. En dat is niet zo gemakkelijk voor te vinden, blijkbaar. Nee. Ik ken iemand die. Ja, misschien via, maar wij gaan hier nog uitbreiden in hoeveel producten. Oké. Okay. Dus, dat is fijn. Misschien goed. Dat ik dan wel bij gaat zitten. Zou wel super zijn. Ja. En uw koeienkazen. Ja, dat van zijn koeienmelk. Allemaal koeienkazen. Ja, en die maken wij natuurlijk niet zelf. Dat is een samenwerking met andere kaasboerderijen hier van in de buurt. En heb je een idee wat ingrediënten dat ze daarin toevoegen? Of staat dat op de achterkant? Want soms doen ze dierlijk stremsel, andere keren doen ze biologische stremsel. Ik kan dat zien hoor. Wat. Ja. En kun je het hier meenemen? Maar doe maar op het gemak hoor. Ze hoeft niet te lopen, hè? Kan ook rustig. Ik ga deze banaan kopen. Je kunt hem opvangen, kijk. Ja, dat is waar. We gaan hier reclame maken voor Chiquita. Chiquita banana. Million thousand. Oh, met 100.000 460 erbij. Sorry, ja. Die flessen maar. Dierlijk stramsel. Ja. En kan je zien wat er nog in zit? Gepasteuriseerde koemelk, maagzuurbacteriën, zout. Dat hangt er natuurlijk vanaf wat dat erin zit. Hè. Ja. Bijvoorbeeld als zeemanneken is, zit er zeewier in. Als er bijvoorbeeld boerenkaas is, dan gaat het enkel en alleen over rauwe melk, stremsel, melkzuurbacteriën en zout. En heb je die hier staan toevallig? Ja, de blegende niet, maar de jonge wel. En het is ook van rauwe melk? Wacht, geen ook, gaan we zien. Ja. Mocht je één hebben met rauwe melk en... De jonge boerenkaas, ga ik zeggen, dus dat is jonge kaas met rauwe melk, maar dat hier ook, die kleintjes, deze ook, dat is ook met jonge En dat is eigenlijk hetzelfde?
Maar zachter? Niet echt. Dat is, ja, iets zachter en ja? iets jonger. Oké. Okay. Dus iets minder van smaak eigenlijk. Ja, die is milder. Die andere ja. smaken iets meer door. Ja. Gaan we eens een stukje van die eens proberen en kijken hoe dat we reageren. Ja. Ja. Voilà. En daar zit anders niets in. Dus dat is rauwe melk? Rauwe melk, stramsel. Ja. Rauwe melk, stramsel, maagzuur, bacteriën en zout. Ja. Ja, gewoon als een paar schelletjes rauwe melk. Ja, ze ja. doen niet alles met gepasteuriseerde ja. melk. We, dus, we hebben het liefst dat het rauwe melk ja, is. Ja, dat is een natuurlijke manier. Ja. Ah, wel, we gaan een keer een stukje meenemen en kijken ja. wat dat geeft. Een dik stukje of liever in schelletjes? Dik stukje. Dan okay. kunnen we ze zelf snijden. Ja, doe maar een dik stukje. Een dik stukje. Wow. Dat is de enigste kaas dat je in rauwe melk hebt dan. Deze en dan het andere dat je getoond hebt. Ik denk dat het niet hoor, dat er nog meer kunnen zijn. Oh, dat was een groot succes hoor. Een gigantisch succes. Want ik denk dat ik na 1 minuut 45 seconden al niet aan de gang stond en het al interview was afgelopen. Want de zanger is schat niet zo voilà. In het interview. Ja, kijk, dat is voor mij iedereen natuurlijk. Ja, je kan het maar vragen, hè? Anders kun je maar verder. Dan hebben we tenminste al kaas met rauwe melk. Lekker dagjes met gepasteuriseerd. Dan heb je bijvoorbeeld... Mijn kaas is gepasteuriseerd. Ik denk dat enkel goud is ja. voor de gewone jongen. Ja, maar dat is goed, hè? Dan hebben we tenminste alleen, hè? Ja, als ik dan kaassaus maak, heb ik ook het liefste dat het met ja, rauwe melk ik doe dat en allemaal. En die gaat fantastisch. Ja, en volle ja het is smeug, lekker. En met de melk, ja, ja. Maar ik zei, het is niet gemakkelijk hoor, van goede ja, kaas te vinden. Ze zijn niet allemaal. Maar zelfs die van Passendaal, je hebt verschillende winkels van Passendaal. Ah, het zijn allemaal gepasteuriseerd. Ja. 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 Zeemannetje is ook gepasteuriseerd. Ja. Ik denk dat al de rest gepasteuriseerd is. Ja, omdat waarschijnlijk ook de bewaringsdatum iets langer is natuurlijk. Ja, en zoals bewaarmiddelen en zo hebben we ook liever dat dat er niet ja, in zit. Ja, kijk, het is allemaal ja. pasteuriseerd. Voilà, dat hebben we dus juist gevonden. Hè. Ah, dat is niet waar. De Wulveringhemse, dat is een artisanale abdijkaas, is ook met rauwe melk. En nog iets? Maar die is wel meer... je kunt dat vergelijken, een beetje zoals Petrus en Pijs ook. Dat kan ik zelfs niet. Ja, ken ik dat nee, niet? Ken ik ja, niet. Ja, dat is meer... Het is een abdijkaas, ja. zacht, goed uitgesproken. Ja. En daar zit ook anders niets in? Extra toevoegingen, bewaar, smaak... Bacterium linis zit er ook wel in. Is dat iets synthetisch? Ik of zou is dat... Nee. Dat zou ik moeten vragen. Ja. Ik denk dat dat te maken heeft met een bacterie dat ze toevoegen om die kaas te krijgen. Ja. Ja, we gaan het houden bij die en ja, we zullen dan wel zien wat dat geeft. Ja, en het zandmanneke is ook met rauwe melk, maar die kan dan penicilline bevatten. Ja. Het is al heel mooi dat je de informatie kunt geven. Ik ben daar ja, heel dankbaar ja, 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 voor. Ja, dat is als belangrijk. Als je het wil weten, ja. wij hebben dat allemaal ja. staan. Dus ja, vooral omdat het gaat om hoeveel producten. Ah ja, 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 dat is. Ja. En uw melk was ook heel lekker. Dus, echt waar? Ja, 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 we hebben het goed ervaren. Drie flessen? Ja. Mm. Ze heeft morgen een verjaardagsfeestje dus. Is het waar? Ja, ja. Oh, ja. We gaan al wat voorbereidingsjes doen. Dat is altijd leuk, hè. Hebben we toch een stukje kaas mee. Dat hadden we nu toch ook niet gedacht, hè? Dus er staat nu geen etiket op, mm-hmm. maar die is
van vandaag. Ja. Voilà, alsjeblieft. Er mocht anders nog een doosje eitjes bij. Ja, ja. Moet je mee. Maar mama, ik ben nog steeds aan het filmen. Ja. Doe maar meer dan 12. Ja, eentje, ja. Hè. Ja. Dus eentje terug. Voilà. €15,38 staan dat alsjeblieft. Ik moet je doosje dan? Tja, kan ik dan niet zeggen? Ja, ja. And we have some cheese with us. Now back in the car. Thank you for walking with me. Whoop. Now I'm going to drive. So see you in the next video today. Bye.